Achter Silver Sycamore is het dan op de derde plaats het nummer 4 van Almost Famous. En aan de, vierde stack daarachter is het Bazooka Joe. Aansluiting is er voor Ariba Camelot. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan met nog altijd dezelfde koploper. En dat is Elias Arega. Elias Arega, maar Silver Sycamore maakt een sterke indruk daar op die tweede plaats. En die gaat alvast een half spoortje naar buiten. En deze twee paarden lopen er nu een aantal lengte in naar het derde paard. En dat is Almost Famous. Almost Famous op zijn beurt. Heeft weer voorsprong op Bazooka Joe die een aanval gaat krijgen van Ariba Camelot. Vooraan heeft Kees Imming de aanval weten te pareren. En is het nog altijd Elias Arega die hier duidelijk de leiding in handen heeft. Elias Arega op de tweede plaats gaat Silver Sycamore het nog één keer proberen. Gat valt er dan naar paard nummer 4. Almost Famous, maar die lijkt wel zeker van zijn derde plek. We gaan op weg naar de laatste meters en het is van start af aan Elias Arega die het vol gaat houden. Elias Arega de winnaar, de 3 voor de 8 en dan op afstand de 4 voor. En we hebben voor Kees Imming een fantastische bosbloemen. En die gaan we op dit moment overhandigen. En dan maakt Wim Huibers zijn foto en eren we de eerste winnaars hier vandaag op de baan van Alkmaar. En dat zijn Kees Imming. Hij wint met Elias Arega, de zoon van Good As Gold. En het is aankop Yannick Meadow. Yannick Meadow, tweede plaats erachter dan Young Girl Mac. Achter Young Girl Mac, Sabatai. Achter Sabatai is dan aan de binnenzijde het nummer 6 van Diamond Wood. En aansluiting is er voor Icoon. Zo gaan de deelnemers door de bocht. Op weg naar de overzijde van de baan. Dat doen ze voor de laatste maal. En het is nog altijd aan kop van het veld Yannick Meadow. Yannick Meadow, tweede plaats is er dan paard nummer 5 Young Girl Mac. Sabatai volgt als derde. En deze drie paarden nemen nu wat voorsprong op Diamond Wood en Icoon. We gaan naar de laatste bocht. En het is aan de buitenzijde Young Girl Mac. Die als eerste de aanval kiest en ook de leiding gaat overnemen van paard nummer 1 Yannick Meadow. Maar Sabatai komt in de achtervolging en die gaat op jacht naar die koploper die nu demareert. Young Girl Mac, Sabatai op de tweede plaats. Oog nog sterk, maar Young Girl Mac is er vandoor. En die heeft toch een klein gaatje geslagen. En op de derde plaats erachter volgt dan goed gelopen Yannick Meadow. We gaan af op de laatste rechte lijn. En het was tweemaal eerder geprobeerd. En na de derde keer is het raak met paard nummer 5 Young Girl Mac en Michelle Kokkers. Tweede wordt dan Sabatai en derde geplaatst het nummer 1 van Yannick Meadow voor Diamond Wood. Mooie winnaar van de Monté-koers, een vierde, een tweede en nu in de eerste plaats. Het heeft gewerkt. We gaan in de handen voor schitterende winnaars van de God Niet Aan de Prijs. Over 12 dat zijn minuten. Young Girl Mac, Michelle Kokkers. Terwijl we de laatste ronde ingaan, probeert Banshee Meadow naar voren te komen. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan, Docus VG heeft een lengte voor. Op de tweede plaats Berlin Transair. Achter Berlin Transair volgt dan in derde stelling aan de binnenzijde Award Frisia. Achter Award Frisia komt aan de buitenzijde dan Banshee Meadow naar voren. Hij loopt een sterke koers naar fout in de beginfase. En we gaan inmiddels op weg naar de laatste bocht. En Bas Krebas lijkt aardig zeker van zijn zaak. Hij gaat al vroeg druk op de ketel zetten bij de koploper Docus VG. Maar Docus VG die weet niet van opgeven. En heeft nog altijd een halve lengte voorsprong. Berlin Transair aan de buitenkant. Award Frisia daarachter in gevecht om de derde plaats met Banshee Meadow. We gaan af op de laatste rechte lijn en die is niet zo lang op Alkmaar. En dat is in het voordeel van Kees Imming. Die brengt namelijk de deelnemers het laatste stuk op. Maar die Berlin Transair aan de buitenkant, die probeert het. Komt met elke stap dichterbij. Berlin Transair aan de buitenkant op de finish eroverheen. De 7, de 1 en op afstand de 5 voor de 6. En dat is voorlopig. Winnaars, we hebben een bos bloemen voor Bas Krebas. Bas die het druk heeft, maar we willen hem toch graag even spreken na zijn mooie rit. Bas, gefeliciteerd. Paard maakt het geweldig af. Je kon echt alles losgooien op het laatste stuk. Ja, zeg maar, ik moest even meer doen dan de vorige keer. Het was 300 meter korter en die van Kees liep de vorige keer heel goed. Dus ik denk, ik moet een beetje vroegtijdig onder druk zetten en ik red het net. Dan heb ik tenslotte nog mooi nieuws voor je. We krijgen twee meetings in januari. Daar ben ik heel blij mee, want dan hoef ik niet te vaak naar Duitsland of liever helemaal niet. Hartstikke mooi, Bas. En dat wilden we graag horen, Fred. We gaan voorrijden met hele mooie winnaars. Bas Krebas. Ja, toch de man die hier altijd heel trouw aanwezig is met heel veel paarden op Alkmaar. En hij wint nu met Berlin Transair. Deelnemers ronden de bocht, gaan op weg naar de overzijde van de baan. Arnold de Wit gaat weer terug, want die kon ook eigenlijk niet naar buiten, want toen zat er net een paard naast. Misschien dat die optie geboden wordt als ze de bocht uitkomen. En we gaan er in ieder geval naartoe voor de laatste maal.
met Amber Vrijenessen. Lengte voor. Op de tweede plaats is het dan aan de binnenzijde ABC Quick. Derde aan de reling Sanneke Flevo. En vooraan nu een tempoversnelling. En die drie paarden, die paarden uit het eerste band, die gaan hier de prijzen onderling verdelen. Naar de vierde plaats dus, Wonderboy, die loopt een sterke koers, in ieder geval best of the rest. Maar vooraan is het Amber Vrijenessen, aan de buitenzijde dan onder druk van ABC Quick. En daarachter is het dan aan de binnenzijde Sanneke Flevo. We gaan op weg naar de laatste rechte lijn, het triootje voor oudere dames, maar dan in de volgorde die nog niet bepaald is. We gaan op weg naar de finish en het is Amber Vrijenessen van start tot finish die het wint. De 3, de 2, de gewoon richting de verzoeknummers bij deze. Chris, geweldig wat je voor deze knol over hebt gehad. Ze heeft gisteren nog om 8 uur nog na de bevalling gewoon op de knieën er nog staan balanceren voor het hart voor het paard. Echt geweldig, schat. Ik hou van je. Hartstikke mooie woorden. Ja, Jaap, daar kunnen wij nog wel wat aan toevoegen. Want wij zaten samen in de auto toen ze belden. En dat ging ongeveer zo. Hé, hey, Jaapie, met Christa. Ja, nou, ik heb net een kind gehad. Hé, hey, maar je moet even dit en dat doen en zus en zo. Hoe ging dat precies? Nou, zo ongeveer. En dat heb je blijkbaar allemaal gedaan. Ik heb goed geluisterd. Had je in de gaten dat al je concurrenten weg waren? Nee, ik heb er eigenlijk niet meer naar gekeken. Ik heb gas gegeven en ja, Mary is super. Het is een mooie afsluiter van het jaar. Je bent geen kampioen geworden, maar je gaat wel naar Nieuw-Zeeland. Heb je er zin in? Ja, zeker. En het jaar is helemaal super. Ik wil hierbij ook alle trainers en eigenaren die mij geholpen hebben dit jaar heel erg bedanken. Mijn seizoen is in principe geslaagd en we gaan elkaar weer vooruit kijken nou. Het is gewoon maar accepteren dat die handelaar van een andere planeet komt, hè? Ja, dat is ongekend. Ja. Nou ja, volgend jaar wellicht weer, Jaap. We gaan het proberen. We gaan voorrijden met hele mooie winnaars. Amber Vrijenessen en Jaap ter Stal. Het weekend kan natuurlijk niet meer stuk voor de familie Timmer. En u mag daar een extra groot applaus voor geven. De winnaars van de Happy New Year prijs. Amber Vrijenessen, Jaap ter Stal. Buitenzijde Apache DM. Daarachter Tonus Durme. Die heeft enorm hard gelopen naar die fout. Ayla Cartouche aan de binnenzijde loopt geen meter te veel. En 2,5 lengte. Daarachter is het Arvid Boko. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan voor de laatste maal. Met nog altijd Bob Wielinga die een halve lengte voorsprong heeft op Apache DM. Bob Wielinga, Apache DM, Tonus Duhamé. Apache DM die drukt nu door en neemt de leiding over, maar gaat geen rust krijgen. Want ook Tonus Duhamé die komt in de aanval. We gaan de laatste bocht in. Apache DM, Bob Wielinga binnenkant, Tonus Duhamé in het derde spoor. Zo gaan we de laatste bocht nu in. En deze paarden lopen nu wat weg van de overige. Drie paarden dus nog met kansen waarbij de koploper een sterke indruk maakt. Apache DM. Tonus Duhamé, die gaat nog even inparkeren op de rug. Maar lijkt dan niet verder te gaan komen dan een tweede plaats. Bob Wielinga komt nog een keer terug. Duidelijke verschillen inmiddels onderling waarbij Hans Stambach en Apache DM het hier makkelijk gaan winnen. De 8 is de winnaar voor de 7, de 2, de 6 en de 4 voorloop. Stilstaan, dat is wat hij niet zo leuk vindt? Nee, dat vindt hij niet zo leuk. Maar het is wel vertrouwd toch om Loes er even mee weg te sturen zo? Tuurlijk, Loes is ook de trainer natuurlijk. En de eigenaar. Hans, je hebt de hele cavalerie mee? Ja, ik denk de laatste dag van het jaar, dat moet maar gebeuren. Allereerst aandacht en applaus voor Apache DM Hans Stambach.